8000 toeren, 9000 toeren, janken! En jij dacht, dit is jouw Everest leasebak in een kek kleurtje. Nou, ik dacht het niet. Goed dat je kijkt, Drivers Dream kijkers, want dit wordt een kleurrijke uitzending. Kleurrijk als in de blauwe lucht, de zon schijnt, want mijn zonnebril staat op. Ons dagelijkse bankstel, hè? Rode Range Rover Sport. En kijk eens hier, we zijn op de koffie bij een echte petrolhead. En een echte petrolhead, die heeft onder andere, moet ik zeggen, deze donkerblauwe, fraaie M3 Competition. Maar daar gaat het zeker niet om vandaag, maar ik wil hem toch even laten zien. Maar kom maar mee. British Racing Green, dat is natuurlijk wel de kleur die hoort op een Engelse SUV. Maar dit is wel iets heel speciaals hoor. Een F-Pace zie je al niet zo heel vaak. Maar kijk eens, SVR. Een 550 pk sterke 5 liter V8 supercharged in deze heerlijke SUV. Zelden in Nederland. En kijk eens, het L-kenteken. Hagelnieuw uit de doos. Dus best wel bijzonder dat hij hier staat. Maar ik zei het al, deze petrolhead die heeft wel meer leuk staan. En hier achter mij staan twee circuitwapens. Circuitwapens die ook op de weg mogen. En daar gaan we vandaag eens even mee op pad. Tadaa, kijk eens even. Ja, ik zei het al, hè. Kleurtjes, kleurtjes, kleurtjes vandaag. We beginnen even met deze. Dat is wel een heel apart, wrap die erop zit. De originele kleur is wit, maar hij valt natuurlijk wel op. De auto wordt met name gebruikt natuurlijk ook wel op het circuit. Al rijdt de eigenaar er ook flink wat kilometers mee op de openbare weg. En een GT3 RS, 500 pk, natuurlijk altijd goed. Maar qua originaliteit, deze auto die kwam natuurlijk uit in 2015, 2016. En dat weet ik heel goed, want ik heb hem zelf ook nog heel kort even in bezit gehad. En toen was er nog sprake dat Porsche zei, we weten niet hoeveel we er gaan bouwen. Kunnen er 2.000, 3.000 zijn? Uiteindelijk zijn er van de GT3 RS MK1 8.000 gebouwd. Porsche heeft gewoon gezegd, huppakee, lopende band aan en pak die poen. En terecht. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk niet een hele originele auto meer geworden. Maar goed, het is nog steeds een ontzettend gaaf circuitbeest. En natuurlijk ook voor de openbare weg. Gaan we eventjes mee rijden. Maar ik schakel toch even naar deze. Want de Jaguar XE Project 8. Iets heel bijzonders. Eigenlijk, zie het maar eventjes als een ontzettend gaaf project van de speciale afdeling. Hè, van SVO, van Jaguar. Die wilde laten zien, wij kunnen die M3's en die M5 en die E63 echt wel verslaan op de Nürburgring. Dat werd dit project. Het liep een beetje uit de hand qua kosten. En de vraagprijs in Nederland toen zo'n 275.000 euro. De vraag was niet echt groot. Ze waren er van plan, en ik zeg waren, er 300 te bouwen. En zelfs dat aantal heeft Jaguar niet gehaald. Schattingen lopen een beetje uiteen, maar 225, 230. Dat is een beetje het aantal wat er uiteindelijk in 2017 en 2018 geleverd is. En dat er dus hier eentje staat, is heel bijzonder. Want er zijn er maar twee op Nederlands kenteken. En dit is er één. En wat kunnen we nog zeggen over deze veelbezongen Porsche? De GT3 RS, een heerlijkheid. En als je een beetje zo naar de prijzen kijkt, ondanks dat er relatief dan veel gebouwd zijn, echt heel hard zakken doen ze ook niet. De eerste exemplaren uit 15, 16 met hoge kilometerstanden, een beetje zo 160, 170.000 euro in Nederland. Maar je kunt er nog heel veel over zeggen. Dit is de sleutel. Je moet er gewoon mee rijden. Gaan we ook doen natuurlijk. Belangrijk nog even om te weten. De auto is voor de rest helemaal origineel. Dus het geluid wat je hoort is gewoon dadelijk het originele geluid. Geen Akrapovic uitlaat of weet ik het wat eronder. Qua vleugel is het alles standaard. Michelin Pilot Sport Cup. 2 banden erop. Ook heel belangrijk. Auto is helemaal standaard. Ik zou zeggen, gas erop. Kijk die smile. Kijk die smile. Zonnebrilletje op. Dit is lekker hoor. Driver's Dream, we're on a roll. Let's go. En we zijn onderweg in de GT3 RS. We zitten nog even gevangen achter deze vrachtwagen. Maar dat is eigenlijk niet zo erg, want we gaan de boel nog eventjes heel rustig opwarmen. Dat moet je echt doen met zo'n auto. En zeker ook die banden. Ik zei het al, die Michelin Pilot Cup banden. Dat zijn gewoon semi-slicks voor het circuit. En die moeten gewoon heel veel temperatuur hebben voor je daar een beetje goede wegligging in hebt. En ook de motor, de koeling, de olie, alles moet dus eventjes lekker doorgesmeerd worden. En wij kunnen gewoon eens eventjes weer wennen aan een GT3 RS. Kijk,
daar gaat de vrachtwagen weg en dan schakelen we al even een tandje bij en dan hoor je weer onmiddellijk die motor. Die motor natuurlijk, die zes cilinder achter je, die zingt naar die 9000 toeren en dan gaan die 500 pk los. We hebben natuurlijk onlangs al de nieuwe GT3 gereden, de 992, en die hebben we mee naar Duitsland genomen. Nou, het is even interessant ter vergelijking. We gaan zitten vlak bij Duitsland. Ook deze GT3-RS gaat even mee naar Duitsland en kijken hoe die zich gedraagt. Kijk, collega Porsche voor ons, maar echt van een hele andere soort. Een oudje, best wel uniek. Een 914, zie je niet zo vaak. Het is niet helemaal mijn ding. Ik herken er ook niet echt een Porsche in, maar ja, grappig is het wel. Oh, en onmiddellijk hè. Ja, die motor die komt gewoon tot leven boven de 5000 toeren. Het is een soort doornroosje. En als je dan wakker wordt, ja, hij wordt wakker gekust. Daar gaat hij. Hoppatee. Maar voel even hoe die schudt. Hoe die toch last heeft van het wegdek. Twee handen aan het stuur met hobbels. 270. Je merkt onmiddellijk het verschil met die nieuwe GT3 die we vorige keer mee hadden. Met die dubbele wishbone die gewoon ontzettend veel meer stabiliteit geeft. Het is zo'n verschil. Dat ding onmiddellijk dat je rijdt en boven de 200 komt. Twee handen aan het stuur, concentratie is vereist, want hij schudt. En ja, die GT3 snaarstrak, ook op slecht wegdek. Dat was het knappe. En nu hebben we weer even een vrij stuk. Schakelen we terug en dan, ach, 8000 toeren, 9000 toeren, janken! De Blair Witch Project-achtige beelden van de cameraman. Gerb probeert recht te zitten. Ja, het wegdek is niet best. En ja, die auto, hij vergt toch wel opperste concentratie, want hij hobbelt en hij stuitert. Maar het moet wel gezegd, voor een track day weapon als dit is, hè, zo'n GT3 RS. We reden net het stuk in Nederland, 100, 120. En dan biedt hij wel gewoon dat comfort. Kijk eens even hoe ik met mijn 2 meter zit. Genoeg hoofdruimte, perfect met mijn benen. Ik zit in die kuipstoel lekker. Je kunt er zo mee naar Zuid-Frankrijk rijden, geen enkel probleem. Of als je ermee naar het circuit gaat, Zandvoort, Assen, Spa-Francorchamps. En ja, je zet even de juiste instellingen in, juiste bandendruk, dan is het wel ook meteen een ongenadig lekker wapen. En hier op de autobaan ook geen centje pijn. Tenminste, zolang alle vakantiegangers netjes aan de kant gaan. We hebben de pook natuurlijk wel altijd meteen naar links staan. Uiteraard niet in automaat, zodat we zelf in control zijn en kunnen flipperen. Of je kunt met de pook naar voren en achter, zoals dit. Maar ik vind het fijner, zeker als je zo stuitert, om twee handen aan het stuur te houden en daar te flipperen. Wat een genot. Dit geluid blijft natuurlijk ongeëvenaard. En dan heeft hij dus niet nog, ik zei het al, geen IPA-uitlaat, geen akrapenfiets, want anders zou je mij niet eens horen op dit moment. 8500. Keramische remmen die je vooral nodig hebt op het circuit, maar hier vandaag op de snelweg ook wel fijn zijn. Als je er vol met je maat 45 op gaat staan en dat je weet dat die dan ook maximaal vertraagt. Dit is fijn in die bochten, even de oprit en maximale toeren en dan uitrijden. Ik zoek weer even het blauw op, want het werd mij iets te grijs hier. Maar we hebben natuurlijk nog een snoepje op ons staan te wachten, want hoe leuk deze GT3 RS ook is, we hebben hem vaker gereden en het is natuurlijk niet heel uniek. Het hoofdgerecht, de Jaguar, die staat nog op ons te wachten. Dat waren 500 pk van de Porsche GT3 RS en we schakelen de 100 pk op, want het is tijd voor, ik zei het al hè, het meest bijzondere auto die we in tijden gehad hebben op Driver's Dream, Jaguar Project 8. De snelste vierdeursauto die ooit op de Nürburgring heeft rondgereden. Van Jaguar dan,
moeten we er wel bij zeggen. Maar het is natuurlijk wel een track weapon. En ja, het is dan wel een apart ding, hè. Heel veel mensen zullen deze auto, ik denk als ze hem voor de eerste keer zien, zeker in dit heerlijke kleurtje, Verde Mantis Green, dat is eigenlijk die kleur van Lamborghini, zeg maar de Lamborghini van Don de Jong, ja, die is gewoon deze kleur groen. Maar goed, als ze deze auto zien, dan denken ze, ja, dit is gewoon een leasebak, een Jaguar XE met een spoilertje erop. Er is helemaal niets meer hetzelfde. Je kunt deze auto absoluut niet vergelijken met een standaard Jaguar XE. Alles is veranderd, alles is aangepakt. En ja, dit is gewoon een track-focused weapon, waarvan de afdeling Special Vehicle Operations, SVO, van Jaguar, ja, die wilde gewoon even laten zien wat ze kunnen. Van wij kunnen die mannen in München daar, of in Ingolstadt, ja, die kunnen wij wel aan. Ja, en dat is dit geworden. En nogmaals, commercieel is het absoluut een flop eerste klas geworden. Maar dat maakt niet uit. Daarvoor hebben we iets unieks teruggekregen en dat is dit. Een Jaguar die je zelden of nooit ziet. En je kon destijds nog wel wat verschillen krijgen. Zo kon je er eentje met twee stoelen en een rolkooi krijgen of met vier stoelen. Nou, dit is de versie zoals je ziet met twee stoelen en een rolkooi. Dus helemaal track focused. En dat zie je ook aan deze enorme taartschep. Je kon ook de touring versie krijgen. Dan had je hier gewoon een hele kleine bescheiden carbon spoiler. Nee, deze versie zoals die hier staat, die is helemaal bedoeld voor circuit. Ja, er zit een Nederlands kenteken op. Dus je kunt er ook de openbare weg mee op. En nou, tik het maar in, hè. Het kenteken. Deze auto zoals die hier staat, gewoon een Jaguar. Ja, de eigenaar heeft gewoon nieuw 260.000 euro afgetikt. Maar kijk even hoe breed die wielkasten hier zijn. Hoeveel blikken spinazie heeft deze XE wel niet geslikt. Want hij is, ja, het is echt een Popeye op wielen geworden. Overal carbon. Je ziet ook hier die achterdiffuser helemaal van carbon. Met dikke uitlaten eronder. Voor ook carbon. Zijkant carbon. Je kunt die spoilers ook nog een keer aan de voorkant bijvoorbeeld instellen. En dan heb je dus steeds meer, eigenlijk meer de mogelijkheid om hem wat meer naar het circuit voor meer downforce te krijgen of wat meer voor de openbare weg zoals wij nu doen. Maar omdat wij dadelijk in Duitsland gaan proberen op de autobaan toch even die maximale snelheid eruit te halen, 322 km per uur, wordt een beetje lastig met dit weer. Maar goed, daarvoor hebben we die spoiler even moeten verzetten en staat die iets lager en dan kunnen we dus meer topsnelheid creëren hopelijk. En als je de eigenaar wil volgen met meer leuks, nou hier staat het er gewoon zijn Instagram adres, DaicoSC. Hier kun je hem op volgen en al zijn leuks. Wij gaan eens eventjes een stukje rijden. Meteen, hè, die 5 liter V8 supercharged, die herken ik nog zo goed. Want ik heb zelf ook een jaar lang zo'n F-type gereden. En vooral met die koude start, ach, dan klinkt dat ding zo goed. En ik herken meteen weer die sound. Heerlijk. Wat een apart ding dit, joh. Niet normaal. Ik bedoel, als je hierin zit, ja, dan denk je gewoon, Henk de Vries gaat naar Almere Lelypoort en moet werken in zijn Jaguar XE. Ja, een standaard leaseauto. Maar ik heb een Alcantara stuur vast en dan denk je, ja, dat zit er toch niet helemaal standaard in. En als je natuurlijk in de spiegel kijkt, ja, dan zie je die rolbeugel. Dan weet je eigenlijk al genoeg. En helemaal als je natuurlijk vol gas geeft, wat lastig is op dit natte wegdek. Maar oh, wat klinken dit soort supercharged Jaguars gewoon ontzettend goed. Het knettert, het brult, het leeft, het zuipt. Ik had echt niet kunnen bedenken dat, ja, zo'n auto die, ja, wat dat betreft een Jaguar XE, hij ziet er natuurlijk best wel wild uit, hè? Natuurlijk helemaal uitgebouwde wielkassen, dikke spoiler, zwarte velgen, heel veel carbon erop. Maar goed, hij moet het wel waarmaken. Het is natuurlijk hartstikke leuk zo'n uiterlijk, maar je moet het wel waarmaken. En dat doet hij, elke seconde. En de eigenaar vertelde mij het nog. Hij zei, ga er dan maar mee rijden en dan zie je wat ik bedoel. Want hij gebruikt deze auto best wel vaak, ook op track days. Hij zei, en dan rijd ik tussen Porsches, Ferraris en die hou ik gewoon allemaal bij. En ze zitten allemaal met zulke ogen te kijken van, wat is dit? Heel weinig mensen kennen deze auto. En nog minder mensen zullen deze auto snappen. Maar het is zoals de Engelsen zeggen, jolly good fun. Ja, ik zit alleen maar te lachen. Dat gebrul. En elke keer
Ik bedoel, ja, kijk, van zo'n Porsche GT3 RS waar we natuurlijk in gereden hebben, daar verwacht je het van. En het is ook lekker verslavend, dat geluid. Maar dit, het is zo ontzettend leuk en lachwekkend, omdat je het niet verwacht. En dan heb ik vierwielaandrijving en ik geloof dat het vandaag hard nodig is, want het wegdek is, het glinstert, het regent, dan zijn er weer stukjes droog. Maar ik vind het wel lekker met 600 pk dat we vandaag toch vierwielaandrijving hebben. Ja, hij gaat er zeker vandoor. Ja, zijn top ligt dus, als we de spoiler zoals nu hebben afgesteld, 322 km per uur. Ik weet niet helemaal of we dat gaan halen vandaag, maar geloof er maar dat hij dat kan. Maar die 5 liter V8 Supercharged, ja, die blijft gewoon grommen. In welk toerenbereik ook. En die geeft dan 600 pk en dat zorgt voor een 0 tot 100 tijd van 3,7 seconden. We hebben natuurlijk onlangs die BMW M5 CS losgelaten op de autobaan. Nou, die haalde 311, 312 met gemak op een leeg stuk. Ja, en als je dan bedenkt dat die auto eigenlijk nog 50.000 euro goedkoper is dan deze Jaguar al 4 jaar geleden toen die uitkwam, 2017 zo. Ja, dan is dit wel, dan begrijp je wel een beetje waarom er maar zo weinig van verkocht zijn. Maar goed, die prijs, ik heb het al gezegd, hè, het zorgt er tegelijkertijd voor dat dit gewoon zo'n unieke auto is die je zelden of nooit ziet. Ja, omdat er gewoon de vraag niet groot was en hij was toch wel erg duur. Ja, en als je die V8 Supercharged van Jaguar dan zo hoort brullen, ja, kun je je dan voorstellen dat over 3 jaar de Engelsen als een van de eerste merken naar vol elektrisch gaat. Ja, ja, komt die weer jongens. Tearjerker alert. Pak de zakdoeken maar, want Jaguar, ja, die willen vooraan staan bij die elektrificatie. En die willen alle modellen naar vol elektrisch gaan doen. Ja, en dit soort motoren, dit is eigenlijk, nou ja, dat kan je zo wel zeggen. Dit is eigenlijk gewoon de laatste echt brullende Jaguar die gebouwd is. Want zoiets als dit, ja, dat komt nooit meer terug bij ze. En eindelijk hebben we een leeg stuk waarin we de 600 pk los kunnen laten op de autobaan. En oh, hij gaat er wel vandoor. En ik moet zeggen, als ik hem nou even vergelijk met die Porsche, dan ligt hij wel een stuk stabieler en veel meer steady op de weg, want och, wat was die GT3 onrustig. En deze auto geeft je wel, ook bij 200 plus, gewoon het gevoel van rust en stabiliteit. Knotsen van keramische remmen zitten eronder, 400 mm, de grootste die ze ooit op een Jaguar gemonteerd hebben. En dat is ook wel nodig, want hij gaat af hoor. Ja, dat geluid, de vorm, de auto doet me eigenlijk, en dat is misschien een rare vergelijking, in de verte denken aan een auto die ik heel lang geleden op Battlehead heb gereden. De Mercedes CLK DTM AMG, die auto destijds van Bernard ten Brinke. En dat is ook zo'n omgebouwde straatauto naar raceversie. En dat is dit ook. En hij ligt ontzettend steady op de weg. Kijk hem gaan dan. Ja, niet slecht. En jij dacht, dit is your average leasebak in een kek kleurtje. Nou, ik dacht het niet. Dacht het niet. Super. Nou, in Duitsland zijn we dan. Even tanken. En wat doet het? 1,55. Nou, toch even iets beter dan Nederland. Maar ik zat te denken, hè. Ik zat net even op mobiele.de te kijken. Zeg maar de Duitse gaspedaal. Ja, het is toch wel aantrekkelijk. Als je dit nou als je GT3 RS vierdeur ziet, your daily driver, ja, dan moet je natuurlijk wel een achterbank hebben, mocht je die nodig willen hebben. Maar goed, vanaf zo 140 komt er natuurlijk wat bpm bij in Nederland. Ik denk zo 160.000 heb je hem op Nederlands kenteken. En ja, natuurlijk, het hangt een beetje af van de kilometers. En je kunt de kleur uitzoeken, maar dan heb je wel iets unieks hoor. Ja, hij bevalt me wel. Ja, we rijden hier over Duitse B-wegen die lekker leeg zijn. Ook wel een beetje hobbelig zoals je ziet aan de camera, maar
nogmaals, de auto geeft zo ongelooflijk veel goede feedback en ligt zo stabiel. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan de spoorbreedte, maar zoveel lekkerder eigenlijk dan de GT3 RS. Ondanks de gehobbel is het wel een auto die ja, goed comfort geeft en heel veel feedback over wat je aan het doen bent. Ja, dit is een auto die mij, ja, ik kende hem natuurlijk niet, maar zeer, zeer positief verrast. Want wat is dit een ontzettende leuke, maar bovenal echt goede, fenomenale sportauto die echt niet onderdoet voor een M5. En hoor het fluiten van die supercharged als die weer opschakelt. En nu weer een stukje vrij op de autobaan. Dat pst, pst. Ja, 317. Dus de eerste volgende keer dat jij een Jaguar XE ziet rijden. Respect. Maar ja, het is mooi geweest voor vandaag dat hij die top haalt. We geloven het onmiddellijk. 322 km per uur. Geen probleem voor deze 600 pk sterke Jack. Zo, de Jack. Hij is terug bij de eigenaar, bij Daico SC. En ja, dit was Driver's Dream voor deze week met twee circuitracers die ook de openbare weg op mogen. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze film. Like en subscribe. Word lid van Driver's Dream, hè? Friend of the brand. En dan zie ik je de volgende keer.